Ondertussen schrijft het Financiële Dagblad deze ochtend dat ze in het noorden wel goed een datacenter kunnen gebruiken. Zo eentje als Facebook, die naar Zeewolde mogelijk zou gaan. Ze schrijven dat ze nu al een groot rekencentrum hebben van Google en dat ze de energievraag makkelijk aankunnen. Bovendien zorgen datacenters wel degelijk voor de werkgelegenheid, zeggen ze bij de ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Ze zeggen, ja, bij Google werken nu zo'n 350 mensen. Nou, dat is voor Amsterdamse begrippen misschien niet veel, maar in Noord-Nederland is dat echt wel welkom. En zeggen zij, we zijn bezig met ontwikkeling van de Eems Delta. En daar zouden dus meer van die datacenters bij kunnen komen. Het gaat om gebieden dat nu in de aangrenzende Oostpolder liggen, waar nu tarwe en aardappels worden verbouwd. Lokale boeren die zijn dus ook absoluut niet blij met mogelijke plannen om daar datacenters neer te zetten. Nou, Willem. Ja. Kunt u zich voorstellen dat ze zich in de steek gelaten voelen daar? Nou, weet je, iedere Nederlander kan zich iets voorstellen wat er gebeurt in Groningen. Je huis, hè? Scheuren in je huis. Het staat bijna op instorten. We hebben alle beelden gezien. Dus ik vind het een nationale schande dit. Maar toch heb ik het gevoel, en misschien heeft u daar ook wel wat over te zeggen, dat het op de een of andere manier toch altijd een beetje, ja, het is daar in het noorden. Het is niet in de Randstad, dus er is minder gevoel bij of minder aandacht voor. Ja, dat voelen in ieder geval de Groningers zo. Ik bedoel, dat hoor je wel heel duidelijk terug in de verhalen. En vandaar natuurlijk ook de optocht met de fakkels, onder andere gisteren. Ze voelen zich daar heel erg in de steek gelaten. Dus dat gevoel, dat begrijp ik. Zeker als het om je eigen woning, wat Willem ook al aangeeft, gaat. Ik bedoel, ik weet dat er mensen zijn die niet meer in hun eigen huis slapen omdat ze bang zijn dat het instort. Nou, maar als dit in de Randstad zou gebeuren, laten we eerlijk zijn. Ik woon in Den Haag, maar Amsterdam, Rotterdam. Ja. Zoveel als het op huizen. Museumplein gebeurde, dan, ja, dan was er volop aandacht. Dan heb je iedere ophef. Dag. Maar daarom vind ik het wel goed. Ik bedoel, het nieuwe kabinet is net aangetreden. Die loopt natuurlijk wel al langer. Maar ik vind het wel goed dat de nieuwe staatssecretaris, die hier verantwoordelijk is voor mijnbouw, ook meteen zegt, ik ga naar Groningen toe om mijn oor te luisteren leggen. En hopelijk ook vervolgens met een... Geen woorden, maar daden dus. Hè? Ja. Ja, zoals je hebt. Maar ik heb vertrouwen dat door deze staatssecretaris gepakt worden. Kan niet anders. Nikki.